Hoi hoi mensen, welkom op de allereerste vlog van Vlog Opa op Latten. Ik ben Aart van 77 jaar en ben gaan vloggen om de beleving van de geweldige indoor skisport met zoveel mogelijk mensen te delen. Vandaag maken we er een leuke vlog van en neem ik jullie mee naar mijn dagelijkse leven als skileraar. Let's go! Zo, dan gaat hij weer. Op naar het werk. Tot later. We komen in Den Haag. Wat meteen opvalt, is de grote parkeerplaats. Er kunnen zo tussen de 900 en 1000 auto's op. En die mogen daar onbetaald parkeren. Ik ben nu bij het grootste overdekte sportcentrum van Europa. Hier zijn we bij de uitgifte van helmen en skis en snowboards. Ik kom nu bij collega Matthijs, die een snowboard aan het instellen is. Ja, de schoenen en uiteindelijk ook skikleding. Hier komen we binnen bij de baan en dan zie je meteen dat het er super gezellig uitziet. Je ziet het hele jaar door kerst. Zo mensen, ga eerst maar eens een stukje skiën. En dus dan moet ik eerst naar de lift toe. Nou, en zo ziet dat er dan uit. Zo, nu ga ik zelf afdalen en ik ga proberen om het langzaam te doen. En dat is eigenlijk de kunst. Ook deze gaat achteruit af. Kijk, daar komt mijn klas aan. Zo, dan komen de dames. Gereed voor de eerste les. Allebei keurig een helm op. Handschoenen aan. Zo, daar zijn jullie. Hebben jullie er zin in? Ja. Oh, dat is mooi. Jullie hebben allebei twee skis, zie ik. Huh? Nou, dan mag je ze losmaken en links en rechts van je neerleggen. En dan de brede kant naar voren. Lekker eten, dat kun je ook in de Uithof. En na gedane arbeid is dat altijd heel plezierig. Zo mensen, dit was dan weer onze eerste vlog. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En dan zie ik jullie uiteraard graag nog eens terug. Fijne tijd en denk eraan, blijf glijden!